Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft in het weekend wederom een bezoek gebracht aan Atjoni en Pokigrong in het district Sipaliwini. De minister ging naar het gebied in verband met 260 jaar Sama Kadaka en gaf het startsein voor het ontdoen van afval in het hele gebied. De minister bracht ook een bezoek aan het dorp Mata, waar de bewoners aandacht vroegen voor de slechte wegen in het gebied. De OW-minister heeft de plaatselijke bewoners beloofd de binnenwegen te zullen aanpakken en stelde voor dat het bestuur van Mata een lijst maakt met zaken die urgent moeten worden aangepakt. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft gisteren de eerste nieuwe pomp van het pompgemaal Wageningen in gebruik genomen. De pompen zijn gekocht uit een lening van de staat Suriname bij de Exim Bank of India voor 8,6 miljoen Amerikaanse dollar en zijn gebouwd door het Indiaas bedrijf Kiloskar Brothers Limited NV Yarik. Met alle drie werkende pompen zal er 30.000 hectare meer paddy inzaai zijn per jaar en 100 miljoen Amerikaanse dollar aan deviezen voor ons land. De twee overige pompen moeten binnen 16 maanden vervangen en draaiende zijn in Wageningen.